In de vorige aflevering hebben we afgerekend met Oleana en nu mogen we eindelijk door naar de Champions Cup Finals. En iedereen is hier jongens, let's go! Hey yo, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we zijn bijna aan het einde van de Water Pokémon Only Challenge. We moeten nog wat battles doen, we moeten nog Pokémon kampioen worden. We moeten tegen een aantal mensen die hier zijn. We zien Gordy, Kaboom, Milo. Ik vind het altijd wel tof om al die gym leaders hier zo bij elkaar te zien. Anyway, let's go! We gaan battle! We gaan dan eindelijk proberen om Pokémon kampioen te worden. En daarvoor moeten we onder andere ook Leon nog gaan verslaan. Maar als eerste moet... weer stoer gaan doen, jongens. Kijk, daar is hij weer. Onze... En de vraag van de dag gaat eigenlijk wel een beetje over Bede. Want de vraag van de dag is... wie is de stomste persoon ooit in een Pokémon game of serie? En ik moet je eerlijk zeggen dat ik Bede wel echt een beetje... ja, misschien wel de allergrootste losers van de allergrootste losers vind. Ik vind hem maar stom. Eigenlijk helemaal tot aan het einde toe vind ik hem nog stom. Zijn outfit is niet heel nice. Nee, man. BD? Als we van jou verliezen, dan eet ik deze Nintendo Switch op, oké? Mawile! Daar is die hoor. En met Mawile hebben we nooit problemen. Want het is één keer een ground-type move op de bakjes van Mawile. En het is compleet klaar met Mawile. Dus let's go. Eén keer, hoppakee, dikke doei. BD, Mawile. Later, doei doei. Dan nu een Gardevoir. En, ah, kak, ik had moeten switchen. Ik wou helemaal dit niet met Smeagol doen. Ik wou switchen naar Toxapex. Maar goed, laten we Muddy Water dan maar even proberen. Ja, zie je? Ik had moeten switchen, jongens. Ik heb gemaakt één foutje. Ik hou niet van gemaakt één foutje. Oh ja, laten we dan toch maar doorgaan. Mudshot erbovenop. Doet ook niet zoveel damage. Gardevoir heeft net Wish gedaan, wat ervoor zorgt dat ze straks een extra aanval krijgt. Dat doet ook Psychic, die doet ook altijd pijn. Oh, wacht even. Met Wish? Ja, oké. Okay. Jij krijgt gewoon even je HP terug. Dat is niet verkeerd. En dan mis ik ook nog even mijn aanval. Ja, ik had echt moeten wisselen, jongens. Dit is niet best. Ik weet ook niet of het heel veel zin heeft om nu nog te wisselen. Ik ga gewoon weer proberen. Muddy Water. Oké, okay, let's go. Dit doet in ieder geval... dit deed veel pijn, maar dit doet nu niet zo heel veel pijn meer. Gardevoir doet opnieuw Wish. Ja, dit is zo niet relaxed. Nou, laat ik dan toch maar proberen te wisselen, jongens. Eens even kijken of dit gaat werken. Ja, hij boost wel echt keihard zijn special attack en zijn special defense. Dat betekent dat wij een fysieke aanval moeten gaan doen. En dat kunnen we. Dat kunnen we met Poison Jab. Dus, en die is ook nog super effective. Dus misschien gaat dit wel lekker. Ja, kijk, dit gaat top. Dan kan ik ook alvast Toxic Spikes neerleggen. Ja, daar was ik dus al bang voor. Psychic is natuurlijk super effective op poison. Dus ik wil nu afrekenen met deze Gardevoir. Dus ik ga voor mijn snelste Pokémon. En ik ga voor mijn sterkste aanval, Snipeshot, klaar met Gardevoir. Oké. Okay. Jammer dat Patrick nu niet die XP krijgt. Want Patrick die deed het super goed. Smeagol en Jennifer gaan wel een leveltje omhoog. En ik heb nu helaas geen Pokémon meer die super effective moves hebben volgens mij. Want ik heb geen Ghost type moves. En ik heb ook geen Steel type moves in mijn squad. Ik heb dus alleen maar Poison type moves in mijn squad. Maar ja, die is nu kapot. Onze Toxapex die is down. Dus laten we dan maar gewoon kaart doorgaan met Snipeshot. Omdat hij sowieso al pijn doet. Psycho Cut gaat mij ook pijn doen. Maar als we nog een keer Snipeshot doen, dan moet dit goed komen. Oké, dan. Helemaal toppie dit. Lekker. Rapidash is ook weg. Dit ging even sneller dan die Gardevoir. Reptiles naar level 54. En die wil Rain Dance leren. Ja, ik heb Soak eigenlijk nog geen één keer gebruikt. Dus misschien moet ik Soak dan maar weghalen. En Rain Dance daarvoor in de plaats doen. Dat boost natuurlijk de watertype aanvallen. Dus dat is sowieso nice. En dan mag ik nu tegen Hatterene. En ik dacht vroeger altijd dat Gyarados een Dragon-type was. Want het ziet er gewoon uit als een draak. Maar ja, Gyarados is helemaal geen Dragon-type. Dus ik kan hem gewoon gaan gebruiken. Dan gaan we voor het eerst een keertje gewoon lekker even onze Gyarados Dynamaxen, jongens. Let's Dynamax onze draak die eigenlijk geen draak is. Gyarados! Nice. Nou, Hatterene is ook even flink gegroeid. Max Gazer. Die doet altijd pijn. Als Gyarados wat op je hoofd doet, doet het altijd pijn. Maakt niet uit wie je bent. Het doet gewoon standaard pijn. Max Mindstorm. Gaat die ook pijn doen? Nou, zeker wel. Dat is sowieso niet fijn. Oké. Okay. Ondertussen regent het wel en dat is lekker. Want dat betekent dat dit gewoon lekker de laatste klap is. En dat we hiermee gewoon... lekker hebben verslagen. Dikke doei, Hatterene. Dikke doei, BD. Je had eigenlijk geen eens aan dit toernooi mee mogen doen. Dus gaan we weer snel terug naar dat holletje waar jij bent gekomen. En toedeledokie. En dan komt nu de volgende battle. En we weten allemaal tegen wie dat is. Het wordt water tegen water. We moeten tegen Nessa. En daarom ga ik Thor als eerste neerzetten in mijn teampie. What up, Nessa? Let's do this. Ik heb zin in deze battle. We zijn allebei water-Pokémon-trainers. Dus dit kan wel eens heel interessant gaan worden. Het gaat er nu echt om wie
wie de beste subtypes heeft. Als zij waterpokémon met grastype moves hebt, dan kan ik problemen krijgen. En ik heb er dus eentje, Lantern. En die heeft electric type moves. En daar zou zij wel eens problemen mee kunnen krijgen. Dus let's go! We gaan vol op die discharge. We zijn ook lekker sneller dan Golisopod. Dus dat is helemaal toppie. Dan is Golisopod nu gelijk vertrokken. Zonder een aanval te doen zelfs. Dat is altijd, als die minder dan de helft HP heeft, dan is die er in één keer vandoor. En dat vind ik zo naar een Golisopod eigenlijk. Anyway, nu hebben ze Barracuda. En ja, die is inderdaad sneller dan ik. Die doet Drill Run. En dat gaat sowieso veel pijn doen. Die is ook nog eens super effective. Dus dat is niet relaxed. Deze is ook super effective. En Barracuda is weg. Hoppa. Lekker. Dan nu, Seeking. Ik schat mezelf sneller in dan Seeking. Ik denk alleen dat Seeking wel één klapje kan overleven. En dan hoop ik dat ik zijn klap ook kan overleven. We gaan in ieder geval voor Discharge uiteraard. Ja, zie je, hij gaat deze ene klap wel overleven. Welke move heeft hij dan? Aqua Ring? Oké. Hij gaat voor de defense, hij gaat voor de verdediging. Dat vind ik helemaal prima. Aqua Ring hield natuurlijk nooit genoeg om hem helemaal vol te healen. Dus wij kunnen gewoon nog een keer Discharge doen. En dan is het ook klaar met Seeking. Hoppa. Dat is nummer 2. Dit gaat lekker. Ik ben zo blij met Lantern. Dan nu. Golisopod is terug. Dat is ook snel einde verhaal, want wij zijn sneller dan Golisopod. We hebben al de helft van zijn HP down. Oh, en nu gaat hij voor first impression. Dus we zijn we zijn helemaal niet sneller. Golisopod, wat doe je? Ik heb nu ook de verkeerde Pokémon ingezet. Want ik dacht dat Bullet Seed super effective zou zijn op Golisopod. Maar dat is helemaal niet zo. Dus laat ik dan maar voor Ice Beam gaan. Ik was even te snel in mijn keuze. Ice Beam is ook not very effective. Ik ben nu aan het fouten maken, jongens. Ik ben fouten aan het maken. Dit is niet oké. Ik moet weer even scherp worden, jongens. Nee. Hey, een full restore. Hey, als jij een full restore gaat gebruiken, dan ga ik ook mijn Thor healen. Hè? Als we het zo gaan doen, als hij het zo wil spelen, prima. Maar dan ga ik ook mijn Pokémon healen. Hier, bam, een revive op Thor. Dan ga jij inderdaad even lekker een zwaard dansje doen. En dan ga ik Thor ook even verder healen met een Hyper Potion. Ik bedoel, Nessa, ik kan ook wat jij kan, hè. Ondertussen gaan ze lekker door met Swords Dance. Ja, dit zou wel eens een lange battle kunnen worden als ik inderdaad Octillery blijf gebruiken. Want Bullet Seed is natuurlijk ook niet very effective. Maar ik ga ervoor dat ik hem misschien 5 keer kan raken. Dan is er alsnog best wel wat HP van hem af. Ja, oké. Dit is in ieder geval 4. Die was critical. Dat is nice. En Golisopod is er weer vandoor, hoor. Dan nu Pelipper. En daar wilde ik dus eigenlijk inderdaad Thor voor inzetten. Nou, Pelipper laat het lekker regenen. Dat is ook in mijn voordeel. Dus dat is dikke prima. Gaan we even kijken wat Bullet Seed doet op Pelipper. Dit gaat redelijk. Ik heb hem alleen maar 2 keer geraakt. Dat is dan wel weer jammer. Nessa is niet echt meer aan het aanvallen nu of zo. Het lijkt erop alsof Nessa zich inhoudt. Maar nu met Air Slash, ja, deze gaat wel hard. Oké, let's go. Bullet Seed Octillery. Go, 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 go. Ja, wij gaan het niet winnen hoor, van Pelipper. Ondanks dit gaan we het niet winnen. Oh, Roost, serieus? Je gaat jezelf healen? Oké, ik denk dat ik toch echt Thor even nodig heb. Want anders gaat het niet opschieten. Kom maar op, even elektriciteit erop en dan is het klaar met Pelipper. Ik krijg nu een Air Slash, helemaal prima. Dat is not very effective. Ondertussen is het ook klaar met de regen. En dan doen we Discharge. En dan denk ik wel dat we hem een keer slopen hoor. Ja, duidelijk. Bam. En Pelipper is also gone. Terwijl David Jones nu naar level 53 gaat. Oh man, en daar is Golisopod weer hoor. Voor de derde. Keer. Gaat hij weer first impression doen? Dat doet mij weer heel veel pijn. Dat vind ik natuurlijk niet super chill. Dus ik doe discharge. En klaar. Wegwezen met die Golisopod. Nu is het eindelijk afgelopen met dat ding. Man, man, man. Thor gaat ondertussen lekker naar level 52. En dan nu Dreadnought. En eigenlijk wil ik hier Octillery voor gebruiken, want zijn Grass-type move is 4 keer super effective. Maar Octillery is bijna down. Dus ja, laten we dan maar gewoon de Fighting-type moves gaan gebruiken van Seismitoad. Let's go, Dynamax! Mega Turtle! Alright, Max Knuckle er bovenop. Oké, die doet niet zo heel veel pijn. Ik had daar meer van verwacht. Ik had wel gedacht dat wij wel minimaal de helft van zijn HP eraf zouden slopen. Maar blijkbaar heeft Dreadnought een hele goede defense. We kunnen ook Max Quake proberen. Misschien is die wat sterker. Hoppakee, aardbeving. Ja, oh, deze aardbeving is veel sterker. Lekker, man. Hij doet nog een keer Max Darkness. Hij gaat mij niet slopen daarmee. Daar ga je mij niet kapot mee krijgen, jongen. Het is klaar, Nessa. Het is klaar. We hebben ook je Dreadnought te pakken, vriendin. Hoppakee. We zijn door naar de volgende ronde, terwijl Patrick nog even naar level 54 gaat. En hebben we ook Nessa te pakken, jongens. Nessa ziet het niet meer zitten. Nessa wordt altijd zo gefrustreerd als ze verliest. En in de volgende ronde mogen we dus op gaan nemen tegen B. En daarna tegen Ryan. Want Ryan die gaat weer van Pierce winnen. Ja, en met B hebben we altijd wel problemen, jongens. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat de volgende aflevering. Doe even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je meer Pokémon en Nintendo video's wil zien. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!